You feel eaten. Over die muziek van jou heen. Goedemorgen, dove kerst. Ik heb net zitten editen met mijn koptelefoon op. Maar de vlog van vandaag is alweer af. Dus ik kan lekker gaan ontbijten en kerst kan vieren. Gaan vieren. Het is 10:30. En Ik moet het even bij zeggen. Hoezo? Wil je daar iets mee duidelijk maken? Het is 10:30. Nee. Oh. Ik wil gewoon zeggen dat het 10:30 is en dat over een uurtje Yola weer thuis komt. Yes! Yes! Ons schatje voor thuis. Ja. Yolaatje die is er weer! Yay! En we zijn lekker, nou ja, we, Yola. Yola die doet het dit keer. Is allemaal kerstcadeautjes aan het inpakken. Nee, voor deze een Bartje Mittenvrouw of zo. Deze voor Tristan. Het is een ballonnetje. Er zit een ballon in met water gevuld. Het is eigenlijk een soort van stressbal. Deze is voor Rowan, die heb ik net ingepakt. Dit is een ballon met water in. Hetzelfde als Tristan hier. Dit is Yola. Ja, ik mocht voor mezelf gewoon een cadeautje uitzoeken en zo. En dit is mijn cadeau. En dit cadeau voor mij is eigenlijk heel leuk. Want het is een aapje. Die kan je om je vinger doen. En als hij dan... Ja, hij kan slapen. En als hij dan wakker is, dan... gaat hij om de 5 seconden of zo. Nee, om de 2 seconden of zoiets. Weet ik veel. Om de 3 seconden of zo. Gaat hij dan nee schudden en dan je uitlach zo. Zo. Nou, dit was een beetje freaky hoor. Lach maar. Dan doet hij zo. Zit hij zo. Dus gaan we dan hoor, op naar Bart's vader's familie. Eerste kerstdag. Eerste kerstdag. Eten, eten, eten. En nog eens eten. En gezellig met familie zijn. Wat? Bart heeft gewoon... Kijk, moet ik wat zeggen? Bart heeft gewoon zijn kersttrui aan, jongens. Hij heeft hem gewoon aan. En die van jou doet het ook nog, hè? Dat moet je straks even laten zien. Niet, ja, dat moet je straks. Dan gaan we zo even doet kijken. Nog? Volgens mij doet hij voor jou het wel. Nou, die van mij heeft dat nooit gedaan. Die was meteen de dag na dat ik hem kocht. Ja, we gaan zo wel even kijken. Leuk! Dankjewel! Babyspulletjes. Dankjewel, Kerstman. Deze komt goed uit! Oh, mama! Mama, weet je wat het present al is, joh? Wacht maar even. Ja, babyspulletjes. B-A-N. Oh, doet hij het nog? Doet hij het nog? Lola, is het een doodje. Nee. Oh, wat jammer. Jammer. Ja, hij is toch echt overleden. Ja. Dat had ik niet anders verwacht. Hij was wel heel cool, was hij. Ja. Wat heb je? Ja, dat is wel fijn. Ik ga niet jaren meenemen. Maar volgens mij is hij ook gewoon in de was geweest. In de was, ja. Dat is ook niet echt heel goed. Ja. Stressbal. Stressbal. Wow. Heb je dat nodig, joh? Dat is voor jou? Ja, word je ongestrest van. En ik ben heel vaak gestrest. En dus als je gewoon stress, dan kan je er een keer knijpen. Heel vaak gestrest. Succes! Wat is je Rowan! De nieuwste! Wat? Ook de nieuwste! Oh! Ja! Dat is voor nu zeker! Dat is leuk! Oké, ga maar zitten tafel! Later! Mooi aapje! Hij draait zijn hoofd ook weer. Hallo? Hallo,
zijn er klaar voor heel veel eten. Kijk eens wat lekker. Ja, ja. Oh, nou, dan ga ik met spinazie en zo. Ik heb carpaccio. Oh, je hebt al eten. Hé, hey, maar als het breekt, Bart is het jouw vlees eten. Happy New Year! Oh nee, nog niet. En afgeven. Poppen, 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 poppen. Poppen. Aankijken. Mama die zit nu achterin. Hi. Ik mocht voor en mama die was Dexie even aan het uitlaten. Dus ik ging gewoon voor zitten. Oh. En nu. Nu zit ik helemaal hier. Ja, het was echt een super gezellige familiedag. Lekker bijgekletst. Lekker bijgegeten vooral. Ja, moet je kijken hoeveel ze gegeten heeft. Het is echt niet normaal. Echt niet normaal dit. Dus ik ga nu lekker uitbuiken. Letterlijk en figuurlijk. En Hollands Hoop kijken. So, see you later. Tot morgen. Een hele fijne kerstdag nog allemaal. Ja, geniet ervan. Tweede kerstdag is bij jullie als jullie dit zien. Enjoy for tonight. En doei. Later.